Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips. Goedemorgen, het is dinsdag 14 mei 2024. Je luistert naar Ochtendnieuws. Naast mij opnieuw Nina van den Dungen. Goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Nou, het belooft een interessante politieke dag te worden, want... Nou, dat moeten we nog zien, want het is inderdaad wel weer de finale van de finale van de finale week. Maar we weten wel dat er morgen echt een deadline is. En dat de partijen er vanavond dus nog uit willen komen. Mm. Dus in die zin wordt het zeker een spannende dag. En de Universiteit van Amsterdam geeft vandaag en morgen geen onderwijs. Alle gebouwen van de universiteit blijven dicht. Naar aanleiding uiteraard van de ongeregeldheden bij pro-Palestijnse protesten. Onder andere gisteren, daar hoor je zo meteen meer over. En we hebben een rapport over het klimaat dat heel snel verandert. De grenzen van onze klimaatadaptatie die komen nu echt in zicht. En we moeten keiharde keuzes gaan maken om de risico's nog een beetje te kunnen beperken. En dat bespreken we ook zo. En dat en meer in de komende 22 minuten. In ochtendnieuws, inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, op het Binnenhof dus ook weer. In Nederland, in de rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag. En die beginnen we in Den Haag. Want de vier formerende partijen lijken dicht bij een akkoord te zijn. PVV, VVD, NSC en BBB willen er vanavond uit zijn... om dan het bereikte resultaat morgenochtend aan de fracties voor te kunnen leggen. We gaan naar politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan en Nina. Ja, ze zijn dus dicht bij een akkoord. Gisteren was jij nog wat sceptisch, maar het lijkt dan wellicht toch te gaan lukken. Grootste struikelblok lijkt nog steeds financiën te zijn. Kan dat ervoor zorgen dat de boel alsnog niet gaat lukken wellicht? Ja, zeker wel. Okay. Informateur van Zwol blijft dat ook benadrukken. Wat al voor het in het weekend het geval was, is nog steeds het geval dat de financiële puzzel nog een keer goed moet worden besproken. En omdat alles pas klaar is, als het totaal klaar is, zijn er altijd nog een paar onderwerpen aan het eind die tegen elkaar moeten worden gewogen. Dus we zitten nog steeds in de fase dat alles bij elkaar komt. En de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. Maar er zijn toch wel wat positieve geluiden sinds gisteren, toch? Ja, maar wat betreft de financiën zijn we toch wel weer een beetje terug bij af, Iwan. Want we zijn namelijk de week na de verkiezingen al... op financiën gaat het ontzettend lastig worden. Ze hebben daar de afgelopen maanden ook wel een beetje omheen gedraaid. Je moet het natuurlijk ook wel over andere onderwerpen hebben. Maar als je afspraken gaat maken, bijvoorbeeld over stikstof... of je gaat het hebben over asiel en migratie... Ja, op een gegeven moment moet je het dan toch ook over de portemonnee gaan hebben. Ja, en daar zijn we nu. Op het allerlaatst moet er gesproken worden over financiën. Ja, en dus tot dat allerlaatste ook spannend. Jij hebt tot gisteravond laatst aan posten in de Tweede Kamer... in het formatiegebied. Hoe kwamen de onderhandelende partijen en informateurs naar buiten? Ja, moe. Vooral heel moe. En ze wilden ook zo snel mogelijk richting huis gaan. Wilders heeft ons kort even te woord gestaan. Heeft vooral gezegd... ik kan niet zoveel zeggen. Laten we gaan slapen, want morgen wordt het nog een hele lange dag... Informateurs hebben ons wat langer te woord gestaan, maar vooral vermoeidheid. Maar uit de blikken kon ik verder niks afleiden. Niet of het nou goed ging of slecht zou gaan. Eerder gingen de secondanten al naar buiten. Zij waren redelijk goed gemutst, zullen we maar zeggen. Dus gisteren, mogelijk zal het nog wel een hier en daar geknetterd hebben. Maar als we daar dan iets uit moeten afleiden, dan... was de stemming in ieder geval goed genoeg om met een lach op het gezicht naar buiten te lopen. Ja, nog even kijken wat er gisteren ook nog lekte. Bij persbureau Bloomberg meldde dat er een akkoord zou zijn over het schrappen van de belasting op inkoop eigen aandelen. En ook het plan om die belastingkorting voor expats, om die te schrappen, wordt teruggedraaid. Nou, blijkbaar heeft Bloomberg daar ook mensen rondlopen. Wist ik niet, maar is dus wel zo. Nee, ik ook niet. Nee, interessant. Nou ja, dan ben ik helemaal benieuwd wie het is, als jij ze ook niet kent, maar oké. Okay. Dat zou toch wel, zeker dat expat-verhaal zou toch wel, ook wel brisant zijn. Gezien het feit dat Pieter Omtzigt daar zeer kritisch op was. Ja, en ik heb het ook geprobeerd te checken. En bij NSC konden ze daar nog helemaal niets over zeggen. Mm-hmm. En Omtzigt heeft daar ook wel aan vastgehouden. Hij heeft gezegd dat expat-verhaal... wij vinden het oneerlijk dat expats 5 jaar lang... een belastingkorting krijgen als ze naar Nederland komen. En dat valt eigenlijk gewoon niet uit te leggen. Nou, dan zal hij, als het waar is, zometeen toch moeten uitleggen... waarom die
de versobering samen met de andere formerende partijen, zoals dat is voorgesteld door middel van een motie vorig jaar, waarom die dat dan toch weer terug wil gaan draaien. En de aankoop eigen aandelen, daarvan wordt wel gezegd, ja, dat wilden we wel als Kamer. Mm-hmm. Dat is ook aangenomen om het minimumloon te verhogen. Nou, dat is ondertussen weer van de baan, want de Eerste Kamer is daar niet mee, heeft daar niet mee ingestemd. En aan de andere kant, als je dat invoert, is het een papieren werkelijkheid. Want niemand, er is geen bedrijf meer dat zijn eigen aandelen gaat inkopen op het moment dat ze er extra belasting voor over moeten gaan betalen. Ja. Dus dan gebeurt dat niet meer. Dus hou je ook geen belasting op. Dus dat die maatregel van tafel gaat, vindt niemand eigenlijk gek. Nee. Dan nog een tegenvaller gisteren. De toeslagenschandaal, het herstel daarvan. Ooit was geloof ik gepland dat dat misschien 500 miljoen zou gaan kosten. Dat is nu opgelopen tot vele miljarden. En gisteren was het nieuws dat gaat nog eens miljarden meer. Misschien tot wel 5 miljard. Meer kosten dan eerder gedacht. En we weten aan die formatietafel, financiële tegenvallers, daar zijn ze niet zo blij mee daar. Nee, ten eerste, 5 miljard is, zoals een bron tegen mij zei, geen kattenpis. Nee. Dan moet je echt wel, ook al is het incidenteel geld, dus het komt niet elk jaar komt het terug, maar dan moet je toch wel dekking voor vinden. En dat is niet makkelijk om dat voor 5 miljard te vinden. Daarbij zijn er nog meer tegenvallers die verwacht worden. Neem bijvoorbeeld de uitspraak die nog komt deze zomer over box 3. Ook daar minimaal 4 miljard een tegenvaller dat verwacht wordt. En wat ook wel een detail is, en dat zou ook aan die formatietafel spelen, die financiële tegenvallers, er zal over gesproken worden, hoe gaan we daar nou in de toekomst mee om? Omdat we bij Rutte 1 namelijk gezien hebben dat financiële tegenvallers tot nieuwe bezuinigingen leiden. En die nieuwe bezuinigingen er uiteindelijk toe geleid hebben dat de gedoogconstructie met de PVV, dat Geert Wilders daar uitstapte omdat hij het te ver vond gaan. Er was al genoeg bezuinigd. Dus ze zullen het erover hebben, hoe gaan wij in de toekomst met die financiële tegenvallers om? En hoe gaan we dat dan dekken? Om te voorkomen dat we over een jaar, anderhalf jaar, zoals het in het verleden gebeurd is, in een situatie terechtkomen waarbij één van de partijen binnen de coalitie zegt, voor ons is het te veel, wij stappen eruit. Ja, wordt dus heel spannend of dat lukt op financiën. En Leendert, Wilders heeft eerder gezegd, deze week, misschien is dat gisteren gebeurd, gaat hij ook wel de premiersnaam delen met de andere partijen. Ja. Horen we daar nog iets over? Of verwacht zij dat er misschien vandaag wel iets gaat lekken? Nou, ik heb het gevoel dat jij naar een tweet van gisteren toe aan het praten bent. Gisteren was er ineens een opmerkelijke tweet van een fake account, waar toch wel heel veel mensen opdoken. PVV Pers, nou, dat is een nep-account op X. Mm-hmm. Maar daar werd een tweet werd daar gepost waarbij gezegd werd, morgen gaan we aankondigen dat Plasterk onze premierskandidaat is. Waarbij het natuurlijk heel gek is dat je op zo'n groot platform aankondigt dat je morgen iets gaat doen, want dan kondig je het natuurlijk eigenlijk al aan. Maar dat werd geretweet door Fleur Agema, de nummer 2. Van de PVV en direct weer weggehaald. Maar Nina, ik moet eerlijk zijn, ik denk dat we met z'n allen in een grap getrapt zijn en dat we daar verder niet zoveel aandacht aan moeten besteden. Nee. Het zou op papier natuurlijk altijd toch Plasterk kunnen zijn. Maar ja, er zit ook een klein geschiedenisje met een nieuw sociaal contract en Pieter Omtzigt, omdat Plasterk in het debat over het eindverslag nog eventjes moest laten weten dat hij de dienstauto had uitgeleend, zodat Pieter Omtzigt uiteindelijk richting een hotel kon gaan om tegen in eerste instantie journalisten te vertellen dat hij eruit stapte, ja, in plaats van tegen de andere formerende partijen. Maar goed, Wilders moet nog komen met de naam. En dat zou ook vandaag of morgen zijn. We hebben gisteren wel gevraagd, onder andere aan Van der Plas, weet u het nou al? Ook omdat Mona Keijzer natuurlijk door de gangen heen zinkt, haar eigen partijgenoot. Mm-hmm. En we moesten wel goed luisteren naar haar antwoord. Er kwamen eigenlijk 2 vragen tegelijk. Weet u het al en is er al over gesproken? En uit haar antwoord werd nou niet helemaal duidelijk op welke vraag ze nou antwoord gaf. Ze zei in ieder geval, we hebben het er nog niet over gehad. Maar was het nou op de vraag, is er al met elkaar over gesproken of weet u het al? Dat was dus helemaal niet duidelijk. Maar wij zullen het in ieder geval vandaag of morgen met z'n allen wel moeten weten. Dan, vandaag dus een akkoord of misschien morgenochtend nog, wat denk jij? Er is een kans, Iwan, dat wij elkaar morgenochtend spreken na een hele lange nacht in Den Haag. Ja. En dat ze er dan uit zijn. Dat ik dan niet geslapen heb, maar dat ze wel het goede nieuws is dat er een akkoord ligt. Mm-hmm. En Van Zwol en Dijkgraaf blijven maar herhalen
Wij gaan geen dag langer dit proces begeleiden. Ons eindverslag ligt er echt woensdag voor 12 uur 's nachts. Ze zullen het voor moeten leggen, de partijen, aan de fracties. Dus ja, dat er morgenochtend iets ligt, ja, die kans is wel heel groot. Maar pin me er niet op vast, nee. Iwan, dat we morgen beginnen met Lenert. Je zei toch dat het gebeurt zou zijn? En de fles wijk weer kwijt, nee. Ja, precies. Ze beginnen vandaag ook vroeg, hè? 8:45 gaan ze alweer verder. Ja, 8:45 gaan ze verder kletsen, ja. Precies, tot slot. Gebeurt er verder nog iets in Den Haag of ligt alles stil en kijkt iedereen naar het formatiegebied? Ja. Ja, iedereen kijkt wel naar het formatiegebied. Maar ondertussen gaat het werk in de Tweede Kamer ook door. Dan heb je het vraaguur. En ik heb zo'n vermoeden met alle onrust op de bij de verschillende universiteiten. Dat daar wel over mogelijk over gesproken gaat worden in het vraaguur. En dat het ook nog wel eens tot vuurwerk kan gaan leiden. Mocht het daarover gaan. Verder wordt er gesproken over de participatiewet. Dat is niet in alle gevallen een even groot succes gebleken. En over de wijziging in de tabaks- en rookwarenwet. Maar goed, alle ogen zijn uiteindelijk toch gericht op die deur in het formatiegebied. Nou, en ik teken jou vast in voor een gesprekje morgenochtend en ochtend. Ja, joh, dankjewel, gezellig. Politiek verslaggever Lenert Beekman. Enschede wil zich gaan meten met Singapore, Dubai, Tokio. Oh. En dan niet als grootte van een wereldstad, nee, maar wel qua hoe schoon het daar is. Daar hebben ze een even simpel als briljant plan voor bedacht, en dat hoor je over 10 minuten. Ochtendnieuws. En laten we maar meteen even doorpakken op wat Lenert ook net zei qua de demonstraties in Amsterdam. Hè. De UvA heeft bekendgemaakt gisteravond dat ze vandaag en morgen gesloten blijven. Waarschijnlijk geen onderwijs geven. Demonstranten die hebben in het gebouw op Roeterseiland heel veel schade aangericht. Dat zegt het hoofd integrale veiligheid van de universiteit. De ramen, schermen, muren zijn allemaal beklad. Leuzen als Free Gaza, Stop Genocide, dat is overal te lezen. Koffiezetapparaten zijn stuk gemaakt. Nou, je zou denken, als je iets nodig hebt als demonstrant, zijn het de koffiezetapparaten. Verder zijn stoelen en andere meubels omvergegooid, overhoop gehaald, en er zijn meerdere barricades opgeworpen. Ze waren niet alleen op de UvA. Er zijn op universiteiten door het hele land demonstraties opgetuigd door studenten en docenten. Ook op andere universiteiten in Amsterdam, maar ook in Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Maastricht. Verslaggever Michal van der Toorn was bij de demonstratie in Amsterdam, en het viel haar op dat het een stukje georganiseerder verliep. Er zijn ongeveer honderden demonstranten op de Roeterseilands Campus, en het is veel georganiseerder dan eerdere dagen. Er zijn speeches, mensen lijken aandachtig te luisteren, en af en toe wordt er een leus geroepen. Ja, die protesten vorige week werden echt door studenten georganiseerd. En nu zijn er dus ook docenten die zich aansluiten. Dat zegt Martijn Dekker, hoofddocent politicologie aan de UvA. We wilden als staf ook laten zien dat ons deel van deze gemeenschap, dat wij dat ook steunen. Dus we willen de eisen die de studenten hebben, willen we nog een keer onderschrijven. Maar we willen ook het politiegeweld dat we vorige week hebben gezien, met name tegen studenten, maar ook tegen stafleden, willen we nog een keer heel stevig veroordelen. Ja, en voor Dekker is de boodschap nu ook vooral eenheid uitstralen. Nou, ik vind het belangrijk dus dat we ons als gemeenschap, want de universiteit, dat zijn wij allemaal. En er wordt ons zelfs, bestaat het idee dat het college van bestuur, dat de gemeenschap is, of dat de universiteit is. Terwijl we zijn dit allemaal samen. En ik denk dat we hier heel mooi eensgezind laten zien dat we het geweld in Gaza, dat we dat veroordelen. En dat we als gemeenschap ook ervoor moeten zorgen dat wij daar niet betrokken bij zijn. Dus ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het geweld dat daar plaatsvindt. Op andere plekken in het land werd dus ook gedemonstreerd. In Nijmegen bijvoorbeeld mochten demonstranten niet overnachten op de campus. In Groningen en Maastricht wel. Opvallend is dat die demonstraties op veel plekken vrij vreedzaam verliepen, maar dat Amsterdam ja wel echt de uitzondering was, ziet ook demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs. Ik denk dat we, ten eerste zien we gewoon dat het breed speelt. Hè. Dus dat is iets wat breed in de universitaire of eigenlijk in de onderwijsgemeenschap speelt. Bij jonge mensen denk ik nadrukkelijk. Maar we zien de manier hoe dat zich uit en hoe daarop wordt gereageerd wel verschillen. Maar natuurlijk zeker de meest grimmige trafelen, die hebben we in Amsterdam gezien. Het is misschien ook wel niet helemaal verrassend. Er is wel een geschiedenis van felle protesten in Amsterdam. Ja, daarom ligt er een taak voor docenten en studenten van de UvA, zegt Dijkgraaf hier op BNR. Ik denk wat we zien is dat het een studentenprotest is waar ook nog externe factoren zijn bijgekomen. Dat heeft de politie ook nadrukkelijk ondervonden. En ook
die zeggen dat dat ook zo is. Dat betekent dat je daar een wat meer explosieve situatie hebt. Nou, die hebben ook tot explosie zien overgaan. En daardoor is het extra belangrijk dat juist in Amsterdam, en dan roep ik ook de Amsterdamse studenten en docenten op, zorg ervoor dat het debat ook eigenlijk in eigen kring plaatsvindt. Hè? Want jullie willen graag het gesprek met het college over wat er allemaal speelt in het Midden-Oosten. Zorg er ook voor dat dat gesprek met de universitaire gemeenschap, binnen de universitaire gemeenschap, plaatsvindt. Het college van bestuur van de UvA meldt dat de demonstratie aan zich ordelijk is verlopen, maar dat de sfeer omsloeg toen in het zwart geklede en allerlei gemaskerde types het pand binnengingen. Die groep heeft volgens het CVB moedwillig vernielingen aangericht. De universiteit heeft aangifte gedaan en, zoals we dus zeiden, gebouwen van de UvA blijven vandaag en morgen dicht. Tijd voor een vooruitblikje op de beursdag vandaag. Die krijg je van Wesley Weerts van BNR Beurs. We hebben je bijna door het cijferseizoen geloodst, maar er zijn nog genoeg nakomers deze week waar we je graag over bijpraten. De afgelopen weken stonden de beurzen overal in de plus, maar pikt Euronext daar een graantje van mee. De beursuitbater komt namelijk met cijfers. De vorige keer versloegen die alle verwachtingen en ook dit kwartaal belooft veel goeds. Al de jaren waarin er nauwelijks bedrijven naar de beurs gingen, stijgt het aantal nieuwe noteringen. En we wijken uit naar Duitsland, waar Bayer met cijfers komt. En daar is het nog even wachten op succes. Er wordt rekening gehouden met een winstdaling, maar Bayer komt deze daling nog voor het einde van het jaar te boven. Zo verzekert de topman beleggers. En verder zijn alle ogen gericht op de VS. De producentenprijsindex staat op de agenda. Ja, klinkt saai, is het niet, want het is een voorproefje van de inflatiecijfers later deze week. Natuurlijk wil iedereen weten of daar aanwijzingen in zitten voor toekomstige renteverlagingen. En de antwoorden op die vraag krijg je natuurlijk vanavond om 6:30 live in BNR Beurs of gewoon lekker terug te luisteren als podcast. We weten het. Extreem weer, hete zomers, lange periodes van regen. Het is duidelijk dat het klimaat verandert. Hoe we daarmee om moeten gaan is een belangrijke vraag. En toch is het maken van keuzes juist nu essentieel. En moeten er ook snel nieuwe maatregelen komen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Dat blijkt uit een rapport van het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving. Bij ons is Frank van Galen. Hij is beleidsonderzoeker bij het PBL, mede-auteur van dit rapport van 160 pagina's. Meneer van Galen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we weten, ik zei het al, klimaat verandert. Steeds meer extreem weer. Nou, de gevolgen daarvan zijn ook wel bekend. En u zegt eigenlijk, ja, wat we nu hebben, maatregelen, is niet genoeg, hè? Nee, dat klopt. We zien dat we nu al heel veel merken van klimaatverandering. Het heeft impact op heel veel facetten van onze samenleving. Van gezondheid tot woningen, van landbouw en natuur tot cultureel erfgoed. En dat betekent dat het belangrijk is dat de maatschappij en politiek ook nu al keuzes maken hoe we met die risico's willen omgaan. Hoe erg vinden we ze en welke maatregelen kunnen en willen we nemen om ons aan die risico's aan te passen? Ja, en dan keuzes op het gebied van, nou, u noemt net zelf landbouw als voorbeeld. Ja, of we zien boeren nu ook, die klagen soms steen en been als het gaat om de situatie op het land, dat we toch eens moeten gaan nadenken, ook met het oog op klimaat. Ja, hoe willen we nou die landbouwsector in de toekomst inrichten? Ja, nou, een belangrijke keuze geldt inderdaad de waterverdeling in droge perioden. Als droog is, beregenen boeren hun akkers en velden om schade aan gewassen te voorkomen. Maar er zijn steeds meer droge perioden die langer duren. En dat betekent dat in delen van Nederland steeds vaker de situatie zich voordoet dat er niet genoeg water beschikbaar is voor beregening in de landbouw, maar voor natuur en uiteindelijk mogelijk ook voor drinkwater. En hier moeten dus keuzes worden gemaakt en een afweging tussen de verschillende belangen die hier spelen. Landbouw, natuur, burgers. Ja. En hier ligt echt een taak voor politiek en beleid. Ja, want er zijn nu vaak wel noodmaatregelen. Ik geloof dat er ook wel prioriteringsregels zijn als het gaat om water op dit moment. Maar dat zou eigenlijk beter verankerd moeten worden. Ja, en we zien ook steeds vaker dat de beregeningsverboden voor de landbouw worden ingesteld om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen. We moeten. Die prioritering is bedoeld voor perioden van extreme omstandigheden. Ja. Maar als die steeds vaker voorkomen, ja, moeten we opnieuw goed nadenken hoe we die verdeling willen doen in perioden van schaarste. Ja, we hebben natuurlijk best wel veel gevolgen van klimaatverandering. Wat ziet u als PBL nou als het meest urgente probleem? Er zijn een aantal urgente problemen. Er zijn meer langere hittegolven met grote impact op de gezondheid van mensen. Tijdens een hittegolf zijn er meer dan 100 extra sterfgevallen.
Zware regenbuien komen vaker voor, waardoor we meer te maken hebben met overstromingen en wateroverlast. Dat kan soms behoorlijk ernstig zijn, hè, zoals 3 jaar geleden in Limburg. Mm-hmm. En wat ik net zei, er zijn meer en langere droge perioden met vaak onvoldoende water voor de gezamenlijke watervraag van drinkwatervoorziening, beregening en natuur. En in die 3 is daar eentje waarvan u zegt van ja, maar dit is wel nu wat de grootste bedreiging is voor Nederland? Vooral die keuze van hoe we omgaan met water in droge perioden is er eentje die keuzes vereist en een lastige keuze is. Omdat het daar om afweging van belangen gaat. Ja, ja, dit gaat ook woningeigenaren raken, zegt u. Hè? Want bij zo'n 6% van alle panden gaat bijvoorbeeld droogte leiden tot het verrotten van funderingspalen. Dat wordt een enorme kostenpost. Wie gaat dat betalen? Ja, nou, dat is precies de vraag. Door droogte ontstaat er paalrot bij huizen die gebouwd zijn op houten palen. Ondiepe funderingen kunnen gaan verzakken. En zoals het nu is, zijn de kosten daarvoor voor de huiseigenaar. En gemiddeld is dat zo'n €60.000 per woning als je fundering wil herstellen. Ja. En er is zeker discussie over wie uiteindelijk daarvoor moet opdraaien. Ja, ik heb niet het idee dat dit enorm aan de formatietafel wordt besproken, dit onderwerp, hè? Denk ik. Daar heb ik geen zicht op. Maar, snap het, maar als u de verhalen in de media een beetje volgt, dan lijkt het nou niet de grootste urgentie te hebben momenteel. Maar het zou het wel moeten hebben, denk ik. Nou, duidelijk. En tot slot nog even heel kort. Het lijkt misschien een beetje triviaal. Ik zag dat u ook zegt van nou, misschien zouden we in de toekomst wat vaker siesta moeten doen. Dus op het heetst van de dag, het einde zomer, dat we even een dutje doen. Dus dan moeten we ons een beetje als de Spanjaarden gaan gedragen wat dat betreft. Nou ja, het is denk ik wel belangrijk dat als er een hittegolf is, dat mensen hun gedrag daaraan aanpassen. En dat betekent schaduw zoeken, voldoende drinken. En dat kan ook betekenen een siesta houden. Als dat helpt om de impact op de gezondheid te voorkomen. Waarom niet? Oproep naar mijn hart. Dank u wel, Frank van Galen. Ja, doen wij elke dag. Beleidsonderzoeker bij TBL en mede-auteur van dit rapport. Ja, we lopen enorm op de troepen vooruit. Enorm. We gaan naar de kranten. Interessante verhalen vandaag om de papieren krant. FD schuldhulpverlening. Ziet meer bedrijven met geld zorgen. Vorig jaar vroegen fors meer kleine ondernemers hulp bij het schuldenproblematiek. Zometeen na 7 uur in de reguliere uitzending van BNR hoor je daar meer over. In de Volkskrant: vertrouwen in de politiek blijft stabiel na 2 jaar fikse daling. Ongeveer 25% van de Nederlanders zegt vertrouwen te hebben in politici. Dat percentage is stabiel laag. Dan de Financiële Telegraaf: belastingbeleid is te wispelturig. Het Nederlands bedrijfsleven draagt in totaal bijna 300 miljard bij aan de totale belastingbijdrage van Nederland, dat stelt PwC. PwC maakt geen onderscheid tussen de 100 grootste ondernemingen, maar ze hopen wel met deze cijfers een bijdrage te leveren aan de discussie over het ondernemingsklimaat hier. En ook in die krant: de markt dreigt te verdwijnen. Marktkooplieden waarschuwen dat er onvoldoende elektrische vrachtwagens en bestelbusjes zijn en dat ze bovendien te duur zijn. De branchevereniging van marktkooplieden wil nu dat die ondernemers een ontheffing krijgen, want anders moet je je groente en fruit weer gewoon bij de supermarkt gaan halen. En tot slot NRC: de NAVO wil klaar zijn voor de oorlog. De krant is op reportage in Litouwen, waar ook Nederlandse militairen meedoen aan een grote NAVO-oefening. Even een vraagje aan jou. Ja. Vind jij de openbare ruimte in onze Nederlandse steden en dorpen, vind jij die schoon? Nou, sinds ik een klein half jaar een hond heb, zie ik ontzettend veel zooi op straat liggen. Ja? Dus eigenlijk niet. Oké, okay. Als je inderdaad om je heen kijkt, dan zie je heel vaak dit soort dingen. Als je kijkt, je ziet overal peuken, kauwgomvlekken op de grond. Eigenlijk zou je willen dat hier helemaal niks ligt. Niet al die peuken, niet al die vlekken van de kauwgom. Nee, en om over al die gore pishoekjes nog maar te zwijgen. Mm-hmm. Zeker ook in Amsterdam. Ben jij ooit in Dubai geweest? Ja. Of Tokio? Nee. Singapore? Nee. Maar Dubai, herken je dat, hè? Ja. En wie daar ook is geweest is Malkis Yayan. Die ging naar Singapore. Hij is raadslid voor de VVD in Enschede. Nou, ik ben zelf op vakantie geweest in Singapore. En het viel mij op hoe ongelooflijk schoon het daar is. En toen ik terugkwam naar Enschede en ik om mij heen keek, dacht ik van, hey, wat is het eigenlijk gek dat ik het normaal ben gaan vinden dat het niet schoon is. Want er zijn plekken waar dat wel kan. Eigenlijk wel waar, hè? Ja. Ja. Hoe doen ze dat daar? Vrij makkelijk, door heel hoge boetes uit te delen voor het op straat gooien van afval. Dat geldt ook voor Tokio en Dubai. In Singapore staat er een boete van bijna €600 op voor een papiertje of een kauwgompje. En meneer Yayan denkt, dat kan ik beter. Laten we het in Enschede gaan bestraffen met €1000 per uitgespuugd kauwgompje of ander afvaldingetje.
Nu staat er een boete op van €160. Is op zich ook niet mals, maar de politie deelt die boetes nauwelijks uit. Dat weten we wel. In Enschede waren het er 12 afgelopen jaar. Het voorstel van de VVD-meneer is gisteravond aangenomen in de gemeenteraad van Enschede. €1000 voor zwerfafval op straat gooien. Dat gaat, als het goed is, per 1 januari van volgend jaar in. Nou, nog even aan de politie vragen of ze die megaboete ook daadwerkelijk willen gaan uitschrijven. Want daar staat of valt het natuurlijk wel mee. En dan wordt Enschede dus het Singapore aan de Dinkel. Ja. Of zoiets.